29 augustus 2019 doet een wandelaar in een park in Luik een akelige ontdekking. Verscholen tussen het struikgewas, weg van de wandelpaden, ligt een gedeeltelijk verkoold skelet. Het blijkt om een vrouw te gaan met een zeer donkere huidskleur en lang haar. Hier ziet u een robottekening die van haar gemaakt is. Zo zou ze er kunnen hebben uitgezien toen ze nog leefde. Toen ze werd gevonden, was ze al 2 weken tot 6 maanden dood. De vrouw droeg een vest met knopen met een logo. Dat kan helpen bij de identificatie. Interpol, de Belgische politie en ons opsporingsprogramma Farouk willen deze vrouw identificeren, zodat haar familie en naasten afscheid kunnen nemen. Zodat we hopelijk de mensen kunnen vinden die verantwoordelijk zijn voor haar dood. Weet u wie deze vrouw zou kunnen zijn? De vrouw is tussen de 35 en 45 jaar oud. Dat betekent dat ze geboren moet zijn tussen 1974 en 1984. Ze is eerder klein van gestalte, ongeveer 1,57 meter. Haar lange donkere haar is gevlochten en ze heeft een verzorgd gebit. De vrouw werd gevonden in het zuiden van de stad Luik. Daar ligt het openbare park, Parc de Cointe. Daar, vlakbij de panoramische uitkijkplaats, werd de vrouw gevonden in het struikgewas. Als u meer informatie heeft over deze vrouw, deel deze info dan zeker met de politie. Elke tip kan belangrijk zijn. U kan dit bericht ook delen via sociale media.